Meneer de voorzitter, meneer Pfeiffer, beste collega's, dames en heren. In zijn boek Brieven uit Genua, dat begin van dit jaar verscheen, vertelt Pfeiffer over lezers die zo gefascineerd waren door de manier waarop hij in La Superba Genua had opgeroepen, dat zij, ik citeer, na lectuur het vliegtuig pakken om er zelf in het echt te verdwalen. En een beetje verder citeer ik nog daaruit: ik doe tegenwoordig zelfs rondleidingen voor groepen. Met een microfoontje op mijn revers gespeld loop ik langs de plekken die een rol spelen in mijn boek. Dit is de bar met de spiegels. Hier werkt het mooiste meisje van Genua. 30 abonnees van NRC Handelsblad, van een zekere leeftijd, schokken op comfortabele loopschoenen met oortjes in achter mij aan, langs de hoertjes in Maddalena. En hier ben ik haar kwijtgeraakt. Ze maken foto's en zeggen na afloop dat ze het fantastisch vonden. Bijna net zo echt als in het boek. Die anekdote spiegelt meer dan één passage uit La Superba zelf. Bijvoorbeeld, natuurlijk is het zo dat ik Genua heb verzonnen. In zekere zin bestaat de stad ook zonder mij. Althans, dat wil ik wel aannemen. Je kunt er zelfs naartoe. Het heeft een vliegveld, genoemd naar Columbus, die zogenaamd uit Genua komt. Hij is de man die Amerika heeft verzonnen. Natuurlijk kun je er naartoe, maar natuurlijk heb ik haar verzonnen. Je zult haar nooit zo zien zoals ik haar zie, tenzij ik je vertel hoe je haar moet zien. Men gaat ervan duizelen hoe in deze citaten uit echte en uit gefingeerde brieven de woorden echt, net echt, verzonnen, zogenaamd en toch weer echt en verzonnen tegelijk over elkaar heen buitelen. Ik kan me geen roman herinneren waarin zoveel straatnamen uit de werkelijkheid voorkomen, waarin de omzwervingen van de hoofdpersoon zo minutieus worden beschreven aan de hand van een gedetailleerde topografie. Je kan er als lezer bijna niet onderuit om er een stadsplan naast te leggen, waarop je alles precies kan volgen. Alleen word je daar niet veel wijzer van. In La Superba, zowel de stad als de roman, is immers niets wat het lijkt. Aan de ene kant is Genua een gedroomd paradijs, de realisatie van een kinderlijke en poëtische fantasie. Het is, zoals het in de brieven uit Genua dan weer heet, een stad van verhalen, liederen, praatjes en verzinsels. Het is de tegenpool van het geordende leven in Nederland, dat door de hoofdpersoon in La Superba als volgt beschreven wordt. Het is een rustig en veelkleurig land. De treinen zijn geel en blauw en rood en rijden op tijd door de bollevelden. De formulieren van de belastingen zijn blauw of roze en makkelijk in te vullen. Politieagenten glimlachen. Ze zeggen dat je de volgende keer een rood achterlichtje moet hebben en delen stickers uit tegen racisme. Het afval wordt gescheiden en gaat in containers met verschillende felle kleuren. Juist dat is het probleem van de hoofdpersoon. Hoewel er meer dichters rondlopen dan belastinginspecteurs, is mijn vaderland een weinig poëtisch land, zegt hij. Maar Genua mag dan al wel poëtisch zijn. Het is niet idyllisch. Genua is ook duister en een paradijs voor ratten. Het zijn soms weerzinwekkende, maar altijd prachtige bladzijden waarin Pfeiffer die kant van de stad oproept. En vooral de gedachte dat in Genua het echte leven zou te vinden zijn, blijkt een illusie. Vooral naar het einde toe van de roman komt dat besef duidelijk naar voren. Ik citeer: ik kan nergens leven. Ik hou mezelf alleen maar voor de gek met stenen en namen, locaties die iets te maken zouden hebben met geluk.
Het alomtegenwoordige thema van de migratie sluit daar natuurlijk onmiddellijk bij aan. Het is het sterkst uitgewerkt rond twee personages, die elk in een intermezzo van de roman centraal staan. Aan de ene kant de Britse luxe-immigrant Don en aan de andere kant de Senegalese bootvluchteling Djibi. Het onvergetelijk getekende personage Don heeft het conflict tussen fictie en werkelijkheid als het ware opgelost door helemaal op te gaan in de verhalen over zijn gefantaseerde leven. De realiteit houdt hij op afstand door halsstarrig te weigeren zich te integreren in de Italiaanse samenleving en door permanente dronkenschap. De situatie van Djibi is daar het spiegelbeeld van. Na een helse tocht vol ontberingen is hij via Libië en Lampedusa in Genua aangekomen. Daar loste de werkelijkheid zelf het probleem op, het probleem van de spanning tussen droom en werkelijkheid. Die loste dat zelf op door de droom die hem alle tegenslagen had doen doorstaan, stuk te slaan. Wanneer Ilja, het hoofdpersonage, hem ertoe brengt om zijn verhaal te vertellen, geeft hij daarop meteen een commentaar dat de positie van beide gesprekspartners, dus Ilja de hoofdpersoon en Djibi de vluchteling, perfect samenvat. Ik citeer. Het is Djibi die aan het woord is. Ik houd van Genua, maar de stad houdt niet van mij. Ze heeft mij uitgespuugd als een rat. Het is niet echt een goede uitdrukking, omdat je ratten normaal gesproken niet zou willen inslikken. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maak je geen zorgen, Djibi. Over metaforen denk ik wel na. Dat is mijn beroep. Hij lachte. Zo is het maar mooi verdeeld in de wereld. We zijn beide vanwege een droom naar deze stad gekomen. Jij uit het noorden, ik uit het zuiden. En we kunnen perfect samenwerken. Want terwijl het mijn beroep is om zware dingen te dragen en te overleven, is het jouw beroep om te overdenken waarmee je dat allemaal het beste kan vergelijken. En daarmee verdien je 100 keer zoveel als ik. Maar La Superba is behalve een roman over een personage dat naar zichzelf op zoek is en over migratie en vreemdelingen, misschien ook wel in de eerste plaats een roman over de liefde. Het thema domineert het begin- en slotdeel van de roman, met als titels Het mooiste meisje van Genua en op het einde Het mooiste meisje van Genua, reprise. Dat mooiste meisje van Genua werkt in de bar met de spiegels. Aanvankelijk is het ook vooral via die spiegels dat het contact tussen Ilja en haar verloopt. Dan is zij de gedroomde, ongenaakbare en dus ook volmaakte geliefde, opgesloten in de fictie. Maar aan de werkelijkheid die al in de eerste zinnen van het boek binnendringt, valt niet te ontkomen. Het meisje heeft een jaloers en gewelddadig vriendje en nadat ze denkt bedrogen en afgewezen te zijn door Ilja, belandt ze in de prostitutie. Dat is de werkelijkheid die Ilja in de hallucinante en duizelingwekkende slotscènes finaal overweldigt. Op het moment dat hij hopeloos in de problemen is geraakt, volgt hij gefascineerd een hoertje dat anders was dan de andere. Hij achtervolgt haar in het labyrinth van steegjes tot hij haar klem zet in het doodlopende centrum van het labyrinth en haar herkent. Op dat ogenblik onderbreekt de verteller het verhaal om over te schakelen naar een historische scène over de boeteprocessies die na het uitbreken van de pest in de 14e eeuw door Europa trokken. Ik citeer, totdat er niets anders overbleef dan puur onverdund zwijgend schuldbesef dat, hoewel het ondraaglijk was, alleen maar viel te dragen. Zo ongeveer, voegde hij eraan toe, voelde ik mij toen ik haar betraande gezicht zag. Met die zin
zo typerend voor de verteller die de wereld ziet in vergelijkingen, metaforen en analogieën, pikt hij terug in op het actuele verhaal. De spiegel wordt finaal aan gruzelementen geslagen, de realiteit valt niet meer te ontlopen. In een formulering die als het ware een omkering is van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, zegt hij, ben je nou tevreden, Leonardo? Nu heb je mijn gezicht gezien, mijn ware gezicht. De manier waarop in deze bladzijden registers en perspectieven elkaar afwisselen en versterken, is ronduit meesterlijk. Een halve bladzijde straatnamen, een realistische scène, een historisch intermezzo en een emotionele uitbarsting die allemaal in elkaar grijpen. Vanaf dat moment begint alles in een genadeloos démasqué op zijn plaats te vallen. Op een ontluisterende manier knoopt de verteller de verschillende thematische lijnen in elkaar. Om dat duidelijk te maken zou ik de slotbladzijde integraal moeten voorlezen. Maar het komt erop neer dat Ilja, Leonardo, niet enkel ontmaskerd wordt als een fantast, maar meteen ook geïdentificeerd wordt met de vluchtelingen die niet meer terug kunnen naar hun vaderland, omdat ze daar de incarnatie zouden zijn van de mislukte droom op een beter leven. En nog verder blijkt het mooiste meisje van Genua samen te vallen met de stad zelf. Zij was La Superba, de stad en de hoer, die haar indringer reduceert tot een banale klant. En Ilja zelf, die transformeert als travestiet tot een groteske, gespiegelde pervertering van het mooiste meisje van Genua. De verdwaling in het spiegellabyrint is daarmee op een ontluisterende manier voltooid. Dames en heren, het voorgaande is niet meer dan een aanzet. Een van de manieren om La Superba te lezen. Het boek is zo rijk dat je als lezer om iedere hoek weer nieuwe wegen en steegjes vindt. Sommige lopen dood, andere blijken op geen enkele kaart te passen. Die thematische rijkdom, de intense verstrengeling van de thematische lijnen, de hechte en tegelijk speelse structuur van de roman behoren tot de grootste kwaliteiten ervan. Aanhoudend zijn er scènes en passages die als het ware in miniatuurvorm of als in een kaleidoscoop de grotere thema's weerspiegelen. Die grote rijkdom zit ook in de vermenging van genres en toonaarden. La Superba bevat elementen van de picareske avonturenroman, de historische roman, de erotische roman en het geëngageerde politieke vertoog. Daarbovenop wordt ook het schrijven zelf van de roman gethematiseerd, waardoor de alomtegenwoordige spanning tussen fictie en realiteit er nog een dimensie bij krijgt. Ernst, ironie en zelfspot lopen in La Superba voortdurend door elkaar heen. De roman is tegelijk een satire op de Italiaanse samenleving en een ode aan de Italiaanse levenswijze. En bovenal is La Superba een superieur kunstwerk. Het is voor de lezer een genot om erin te verdwalen. Om al deze redenen, dames en heren, vonden wij dat La Superba de prijs van de Academie verdient. Mag ik u vragen om die applaus.